Het zal een beetje meer trappen zijn dan in totaal. Nee. Yeah! Yeah! Jesus. Abonneer dan! Heb verschoot me. Goedemorgen. Welkom Hallo. Bij een nieuwe video. Hey. Hoi. We zijn wakker geworden in... Pisa. Pisa. Waarom zijn we... Pisa. Waarom zijn we in Pisa? Omdat ik 16 ben. Yeah. Ik had gevraagd aan Orfee voor haar 16e verjaardag voor een Sweet 16 party of een Sweet 16 citytrip. Doordat we in Pisa zijn, weet je wat dat ze beslist heeft. Ja. En we zien de toren een klein beetje vanuit onze kamer, maar wel meer van op het balkon. Daar is de toren. Maar van hieruit... Kijk je daar. Beter. Zie je hem nog beter. Hoe scheef dat hij staat. Allee, het is al lang gedaan in je 16e verjaardag. Ja. Ja, je bent al bijna 17. Ja, dat is zo snel niet. We konden niet anders. We moesten zorgen dat het een klein beetje vrije dagen waren. We gaan de trap nemen. Voor ons ontbijtje af te werken al. Buffet. Is lekker? Ja, wij. Ja, is lekker chocomel. Mm-hmm. Ja? Hier, wat gezellig, hé. Hij ziet er zo rood uit. Wat heb je gedaan? Een ochtendloopje. Ochtendloopje, oh my god. Ik heb al mooie dingen gezien. Ja? Mm-hmm. Ja, militair. Toorn. Wat? Sorry. Wat? Niks. Wat? Heb ik gehoord, militairen in pak? Nee, ik heb de toren van Pisa gezien. Ah, ja. De zon begint een klein beetje erdoor te komen. Het gaat 23 graden zijn vandaag. Allee, hoop het toch. We gaan eerst gaan kijken of de toren nog scheef staat. Oei, mama. Ah ja, mama gaat de foto nemen. Dat is, zoals altijd. Dus mama is de fotograaf en ik ben de filmcamera. Ja, en ik ben de actrice. Nu overal op. Het loopt een beetje schuin. Ja, weet je, nog een beetje schuin, denk ja? ik. Ja, dat is ongelooflijk. Oh, mijn jongen. Jezus. Je voelt dat extreem hard, hè? Ja, dat voelt echt hard. Dus dat is recht. Dat is recht. En wij staan echt zo scheef. Maar ik sta recht. Alleen ja, maar ja, je voet staat je geleund aan de andere kant. Je moest ik recht staan. Hoe kan ik dat hier nu tonen dat dat scheef loopt? Maar ik kijk gewoon naar boven. Nee. Tegen dat we eruit komen, nee, gaat ons ene been korter zijn dan ons andere. Het zal een beetje meer trappen zijn dan in totaal. Nee. Ah ja. En ga volgen dat je moet. Zeg, ik heb niets gevonden. Voel je niks? Nee. Maar je bent scheef. En van jou misschien daarop? Oei, nu begint dat raar te worden. Ja, nu wel. Nu voel nu. Ik loop vanaf hier zo naar hier. Nu gaan we naar de andere kant. Oei. Oh ja, nu is het wel. Oh my god. Het is raar hier, we zitten. Dat ontbijtje gaat direct afgewerkt worden. Ja, weet je. Jesus. Ik heb nooit trouwens weten dat zo lastig was.
En nu zijn we weer naar vooruit aan het gaan. Woe! Eigenlijk moeten ze trap gewoon schuimen. Enorm, ja. Oei. Oei, dat voelt raar. En voel je dat die schuin hangt? Ja hoor. Ja, nu is het weer zo. Oeh, nu voel je weer naar dat. Ik had daarnet zodanig even echt storen missen. Ik viel zo bijna allemaal en meneer keek ze naar mij van. En ik keek naar hem, ik ben te laat en toen god. Hij durfde waarschijnlijk niet. Nu terug naar beneden. Ja. Straks val ik op die vloer. Ja. Weet je iets dat we gedaan hebben? Ja. En wel, het is raar. Het is leuk, maar het is raar. Ja, als je de trap opgaat, ga je de ene kant op. En als je aan de andere kant, ga je... Op het moment dat je zo verandert, dan zie je zo iedereen aan de andere kant van de muur gaan. Er zijn nog veel dingen dat we kunnen zien. Let's go. Dat is ook school niet. Ja, ja. Dat was dat moe. En dat moe, waarom? Ja, ik hielde net op beeld daarom. Ah, dan altijd moe van de trap. Nee, van gisteren zo laat in bed zijn en vanochtend weer zo vroeg eruit. Ja, dat is op citytrip gaan. He. Intussen jas uit, Orfea trui af. Het is hier echt warm. Dat plein hier, waar dat de toren van Pisa staat, er zijn hier verschillende dingen. Dus met een bepaalde prijs dat je betaalt, kan je dus overal in. Is het goedkoop? Nee. Is het mooi? Ja. Het zijn overal... dode mensen hier rond ons. Ja, botjes. Allemaal botjes. Ja. Botjes, waar is nog een rondje? Pak de botjes. Dit is hier een speciaal. Nee, het was allemaal onze maat. Nee? Ja. Wij zijn Italianen. Mm-hmm. Wie weet, onze voorouders. Ja, misschien. Een paar Italiano. Pizza. Spaghetti. De pasta.
was hier een flash. Van waar komt die flash? De flash komt altijd, als je de flash ziet, is het altijd van mama. Goed, oké, okay, trapjes. Ja, verdijen gaan we niet dit weekend. Het is toch. Nee. Anders zou dat heel hard zijn. Iedereen staat hier. De typische foto, zo zegt dat ze de, hebt dat allemaal gezien, die foto's dat ze zo hè, leunen. Hè. Ah, wel. High five tegen iedereen. Ja? Ja? Doen? Ga je doen? Ja. Kijk, die mevrouw staat hier, doe high five. Moet ik ermee uit? Ga je hier beginnen eten met de toren op de achtergrond? Ja. Leuk, zeg. Met je rug er naartoe. Ga zo zitten. Ja. Dan gaan we eten. Pizza. En pizza. Ja, en ze hebben toch Hawaii? Ja, Hawaii. Ah ja, inderdaad. Ik had al gezegd dat ze geen Hawaii hadden in Italië. Maar normaal doe je geen ananas op een pizza. Jawel. Nope. Jawel. Maar omdat er hier van die schimmelige toeristen komen, zeggen ze van hier gaan we dat toch doen. Buon appetito. Grazie. Grazie. Ah, oké. Okay. Een beetje beleefd zijn, niet? Laat ze niet, hè. Ja. Was lekker. Gewoon. Gewoon, hè, ja. Het was niet slecht, maar het was ook niet... Ja, maar het was ook niet super duur. Om hier zo aan de toren te eten was niet super, super duur. Het was niet super duur. Niet super duur en het was ook niet super lekker. Het was ook niet super vies. Nee, het was... Gewoon. Gewoon, ja. Supergewoon. Ja, supergewoon. Allee, zelfs niet slecht hoor. Het was echt wel, hij zegt van ja, het smaakt wel, maar niet hij zegt van wow. Ik denk dat het onder is wel lastig. Buonissimo, mamma mia. En dit was ook niet van mamma mia. Superieure mensen. Wij mogen daar niet naartoe. Ja, spreek voor jezelf, hè. Wij mogen daar niet. We moeten hier ergens bij Keith Harrington. Ja. Kijk aan deze hier. De Halloween. Best dat er geen in zit. Wat? Best dat er geen in zit. En wat is dus dat hij zo screen... Ja, je waalt been, niet? Oei. Ah ja? Enorm. Ah ja? Geen hoofd. Waar is Kiet? Daar is hem, ze. De Kiet. Tof, hé? Mm-hmm. Cool. Mooi gedaan. En... 89 heeft Kiet dat hier helemaal geschilderd. Kent Kiet, hè? Als je Kiet niet kent, we kennen wel die tekening. Iedereen kent die tekening. Hè? Ja. Ja. Je wist ook niet van, ja, ik ken die naam ergens van. Ik herken die naam van ergens, ja. Maar ik herinner me het eerste of tweede jaar hebben we daar een keer opdracht over moeten maken. Ja, dat is wel een coole muur. West Vlaams, op en top. Kring dorst. Ja, ik ook. Ja, dus we gaan... Is tijd voor een stop. Het gaat niet goed, hè, vandaag. Nee, het gaat niet goed. Ik ben een beetje moe. Ik ben echt wel heel moe. We zijn heel laat in ons bed geweest. We wilden per se nog
de toren zien gisteravond. En donker. En donker. En we hebben dan vanmorgen heel vroeg opgestaan om direct naar de toren te gaan terug. En dan al die trappen vanmorgen. Het is al een beetje druk geweest. Maar dat is altijd niet met ons. Altijd. Ik verschiet daar al niet altijd. Van. We zijn altijd gewoon kapot. Een mooie latte macchiato. Veel mooier. Hele mooie cola zero. De cafeïne zorgt ervoor dat we weer verder kunnen. Hoppelen. Hoppelen. Ja. We gaan nu een stukje wandelen langs de omwalling. Ik snap het niet. Daar staat er fietsen, maar ja. De fiets erin daar. Ja, dat is Italië. Mag hier gaan en staan waar je wil. Waar u wilt. Bijna avond, de zon is daar aan het ondergaan en het zijn wel nog mooie beelden hier zo. Dus de toren zit daar juist achter, de scheven. We lopen hier nog wat rond en dan gaan we ons een beetje verfrissen en dan gaan we gaan eten. En wat vond je ervan, van de pizza? Een hele leuke dag, maar heel vermoeiend, want ik heb meer gelopen. Ik heb het dubbele gewandeld, meer dan een dubbele en een half, gewandeld wat ik doe op een schooldag. Maar ja, op een schooldag, zit toch op de bank? Ja, dan moet ik wel naar de andere kant van de school en dan naar boven, weer naar beneden, ja maar ja. Ja maar ja, als je met ons citytrip doet, dan weet je, een record van de maand. 22.000, dat. Vandaag, hè? Haar record is al verbroken. En we zijn nog maar de vijven van de maand. Maar het is hier wel mooi. Je kan het waarschijnlijk wel doen op één dag. Maar dan ga je een paar dingen niet kunnen doen. We zitten in Bistro San Fernando. Frediano. San Frediano. We hadden gevonden op TripAdvisor. Het is een heel beperkte kaart. Maar we hebben ook antipasti, dus feestjes. Oh, onze patatjes en ons vleesje. Ja. Smakelijk, hè? Ja. Allemaal hetzelfde. We missen wel een sausje. Maar goed, het zou wel lekker zijn. Dat is hier het laatste. Dat ziet er wel lekker uit, hè? Waar is jouw dessert? Ik heb geen gekregen. Jawel, geen. Dat is ook waar. We zijn terug. Het was lekker. Het was heel lekker. Het was wel een... iets aparts. Wat ben je aan het eten? Het is olijfolie. Ja, olijfolie. Het is veel olijfolie in Italië. Is en dan doe je veel naar het toilet. En dan moest een klein beetje mee naar het toilet. Maar de mensen willen dat eigenlijk niet weten. Hoor. Weet je het toch? Moest maar de vrouw niet kijken. Moest maar niet tot het einde kijken. Moest maar wel echt lekker tafelen, ja. Vond je het een leuke vlog? Wij vonden het een super leuke dag. Ja, geef dan alvast een duimpje. Voor hoeveel duimpjes gaan we? 700. 700 dikke duimen. Wil je de volgende vlogs en kids challenges ook niet missen? Abonneer dan zeker hier onderaan. En vergeet niet om dat belletje te drukken, dan krijg je een melding. Want ik heb ook ontdekt dat 60% van de kijkers van onze vlogs nog niet geabonneerd zijn. 60%, dat is veel. Abonneer dan! Heb verschoten, hè? Het enige dat we nu nog zijn is... Tjokkes!